I'm done. Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag ben ik terug met de GTA. Waar jullie echt heel vaak naar vroegen. En dus, ja, ik ga Noto pimpen in GTA. Dus vind je het leuk, doe zeker een duimpje omhoog. En dus ik ga een auto pimpen. Ik ga niet zomaar een auto pimpen. Want ik ga gewoon een rallyauto pimpen. En het is de Omnis geworden die hier naast me staat. Ik vind echt al een dope bakje eruit zien. De voorbumper vind ik echt nice. De grill vind ik zeker nice. Spoiler past erbij. En ja, ik ben echt een fan van rally. Dus we gaan die gewoon gaan pimpen. En ja, we zullen zien wat we hier allemaal aan kunnen pimpen. Ik heb hem nog nooit gepimpt, ik weet het jongens. Die auto zit er al heel lang in. Echt van het begin van de stunt series, denk ik. Maar ik dacht gewoon, we doen het gewoon. En ja, we gaan hem gewoon pimpen en we zien wel wat er allemaal kan aan veranderen. Hallo, hallo, de Obi Omnis. En het is een sport rallycar eigenlijk. Dus de armor gooi je er niet op, want ik heb niet echt zoveel geld. Dus als jullie glitches hebben, laat me weten. Nee, grapje, ik heb geen glitches nodig. Ik speel niet zoveel GTA. We gooien er wel brakes op. De engine moeten we ook gewoon full power zetten. En de exhaust... Ah, weet je, ik vind ze eigenlijk allebei lelijk. Die vind ik echt gewoon heel zielig. Die ziet er hard uit, maar de kleur vind ik niet mooi. Dat blauw past er niet mee. Weet je wat, we gaan gewoon voor de titanium. Puur omdat ze een beetje dikker zijn. Want dit zielige pupje... ja, ik weet het niet hoor jongens. Want dit zielige pupje wil ik niet op mijn auto. Bommen gooi je er niet op, want ik wil mijn auto wel heel houden. Een truckhoorn of een... Weet je wat, we zetten gewoon een kophoorn op. Hoppa. Waarom niet, joh? Lights. Ja, we kunnen er in principe wel een... Nee, ja. Ja. Weet je wat, we gooien het erop. We gooien het er gewoon erop. Waarom niet, joh? Livery. Kunnen we ook gaan aanpassen. We kunnen het standaard houden. We kunnen er een classic rally livery of een retro... rally livery op doet. En ik ben meer geneigd om het standaard te laten. Maar weet je, we doen het even zo, misschien veranderen we het zo. Respray doen we als laatste. De spoiler kunnen we ook gaan aanpassen. Je kan kiezen voor geen spoiler of een OTT spoiler. En ik weet het niet. Ja, ik denk dat ik toch wel deze dikke OTT spoiler pak hoor. We kunnen hem lager aan de grond zetten. Transmission kunnen we omhoog krikken. Turbootje erop, dan gaat hij sneller. Wheels kunnen we. Eerst de windows, zo. En nu gaan we voor de wheels. Dus wheel type. Daar gaan we voor off-road, denk ik. Ja, off-road gaan we pakken. En wat voor bandjes doen we? Ik denk dat ik deze banden goed doe. Ik weet niet waarom, maar ik doe deze banden. We kunnen nog een kleurtje. Kleurtje doen zo. En tire design. We kunnen nog een beetje reclame. Bulletproof tire is natuurlijk voor mongols die op banden gaan schieten. En dan gaan we de respray doen. Het eerste wat ik altijd doe is kijken bij mat, jongens. Dus ja, ik hou van mat kleurtjes. Dit is vet. En het wit is niet vet. Zwart zou ik niet doen. Zo vind ik hem eigenlijk ook vet. Het groen vind ik hem ook vet, maar iets minder. Metallic. Oeh. Wat? Dit is ook... Dit is wine red. Ik vind dit eigenlijk ook wel een mooi kleurtje, maar die past niet bij deze auto, vind ik. Ja, ik denk dat ik bij matto, ik denk dat ik een beetje witte hou. Ik vind dit eigenlijk in principe wel heel mooi. We kunnen natuurlijk nog een second color op doen. Dus meer voor de binnenkant. We kunnen die zwart laten. Ja, we laten die denk ik gewoon zwart. Of we kunnen hem blauw doen. Ja, ik doe hem blauw jongens.
ik doe hem blauw. Ik weet niet waarom, maar ik doe hem blauw. Dan moeten we natuurlijk onze bandjes nog gaan aanpassen. De kleur. Of ik doe het wit, zwart of blauw. Ik weet niet of het echt mooi zal staan. Staat dit mooi? Nee, hè? Weet je, we laten het... Ik pak zwart, black, hier. Dan kunnen we ook nog onze... hoe heet dat? Onze neon light een ander kleurtje geven. Color. Daar kiezen we gewoon voor. Heb je hier wit? Of is dit... Wat? White. Oh, je staat op white. Weet je wat, ik doe hem gewoon blauw. YOLO, YOLO. Ik weet niet wat ik er wat van maken bij jongens, maar ik vind het gewoon vet. Ja, ik vind het wel leuk. We kunnen nog livery gaan kiezen. Nee, ik laat het zo jongens. Ik laat het gewoon zo. Oké, we gaan er gewoon uit. We gaan even kijken hoe het treedt. Oké, het trekt wel snel op. Maar natuurlijk is het een rallywagentje, dus we gaan even kijken waar we een rallybandje kunnen vinden. En ik heb al zo'n plekje in mijn gedachten. Dan moeten we ietsje naar de bergen toe. Oh, sorry meneer. We moeten wel ietsje naar de bergen toe. En de wegligging vind ik wel redelijk goed. Maar ik denk dat hij wel gaat beginnen driften. Ja, dat bedoel ik. Hij begint te slippen, maar ik denk dat deze auto wel goed kan driften. Ja, heeft wel een hele goede wegligging. Oh. En hij ziet er ook wel mooi uit. Hè. Ik kost $705,000. En ik heb hem nu gepimpt voor zo'n $200,000 tot $300,000, denk ik. Dus je bent ongeveer een miljoentje kwijt aan deze auto. Oh, kut. Sorry meneer, maar die piep is echt lelijk. Die piep echt lelijk, joh. We kunnen hier gaan stunten, dus we gaan even gaan stunten, kijken wat voor trick we kunnen doen. En, hop. Oei, hop. Oh, ja, dikke faal weer. Dikke faal, oh, ja, ik zit vast, joh. Waar is die racebaan ook alweer? Je moet ergens hier aan deze kant van de map zijn. Oh. Ja, ik ben mijn zijkant kwijt. Jongen. Ja, mijn zijkant is er weer af. Ik denk dat ik goed zit, want daar zie ik al een paadje. Hoppa. Ik denk dat het hier ergens moet zijn, achter deze heuvel. Ik kan het ook compleet mis hebben. Moet toch hier ergens zijn? Oh, gelukkig zit geen water. Ik dacht even dat er water in zat. Moet hier ergens zijn. Ik zit nu te zoeken. Maar waarschijnlijk ben ik er al vol langs gereden. Ik zit hier nu wel op een bunkerwacht. Ik kan het op de map ergens zien hoor. Hier zit het. Ik zit in de buurt. Hoppa, to the right. Wacht, nu to the right. Hoppa, oh kut. Route 68, hey. Oké, we zijn er bijna. Ik was wel goed onderweg. Ik ken de map wel een beetje uit mijn hoofd al. En... Prank! Ah, die vent schrok echt hard waarschijnlijk. Zou iemand aan het echt doen mee? Ik zou echt boos worden. Maar dit is niet de baan die ik eigenlijk wilde, maar hier kan het in principe ook wel. Ik had eigenlijk een andere baan in mijn gedachten. Die zit hier hoor. Nee. Ah fuck it, we kunnen hier wel een rondje gaan rijden. Hoppa. Hier. Oh, die... Oh, wacht. Even terug. Is die niet... Meneer, niet bang worden! Nee, je gaat niet wegrennen, vriend. Nee. Ah.
Hey getuige, hey getuige, hey getuige. Nee, hier bleef jij, hier bleef jij. Hier bleven. Hier bleven. Hier bleven. Ja, dood? Ja, die is dood. Die is dood, oké. Okay. Dan kunnen we verder. Ik heb wel politie achter me aan. Maar, offroad reed hij echt wel heerlijk. Beetje kijken, dat je kan echt wel scheuren door die bochten. Waarschijnlijk kan je ook gewoon zo echt met je handrem gaan werken. Ja, dat is nu mijn handrem. Ik heb nu mijn handrem gebruikt. Dus eigenlijk is die echt fijn voor rally. Oh, moet je wel de bocht niet uitvliegen. Ah, het is natuurlijk ook een rallycar. Dus natuurlijk moet hij wel fijn zijn voor de rally. Oh, en hij is ook heel licht, heb ik het gevoel. Dus willen jullie echt deze auto kopen? Moeten jullie de Omnis kiezen? Hij staat bij South en San Andreas of zoiets. En dan kunnen jullie hem kopen voor $705,000. En ja, je rijdt wel heerlijk. Ik had natuurlijk wel vroeger veel pimpvideo's gedaan. Want toen had ik nog glitch monies, moet ik eerlijk zijn. Maar nu gaat het niet meer zo makkelijk, want ik heb geen zin om echt geld uit te geven aan deze game. En ik speel het ook niet zo vaak, dus ik heb eigenlijk... Oh my god. Oh my god, jullie verstoren mijn race. Dus ik heb eigenlijk niet echt zoveel geld die ik gewoon kan gaan gebruiken. Ja, dus moet ik iets kiezen voor een andere. Ik kan niet echt nieuwe auto's kopen. De nieuwe van 4 miljoen. Maar ja. Ik vond deze wel leuk om te pimpen. Jullie vroegen er ook gewoon om. Dus ja, ik vind het wel een geslaagde auto. En hierbij ga ik ook de video weer afsluiten. Hij was kort, maar krachtig. Ik heb een auto gepimpt. Dus vond je het leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Laat zeker weten welke auto je wel nog meer ziet. Die ik moet gaan pimpen. Of een nieuwe auto die gaat uitkomen. Ja, laat me zeker weten. Door een comment achter te laten. Iedereen ook zeker bedankt voor de support. Want op mijn laatste Hide & Seek video kreeg ik echt super veel support. Dus iedereen, duimpje omhoog. En ik zie jullie de volgende keer weer terug, mensen. Bye bye.